We praten met Mark Evers, de trainer van Zwift, na de wedstrijd RvVa Zwift geëindigd in een 1-1 stand. Ja, gezien de tweede helft, met name de tweede helft, kan je dan tevreden zijn met dat puntje wat je hier weghaalt hier aan de sportlaan in Ridderkerk? Nou ja, ik denk dat we geen puntje weghalen hier. Nou, we hebben het er net al even kort over gehad met een aantal mensen. Als ik weer met een drankje en gezellig sta te praten afloop, denk ik dat je altijd vrede moet hebben met de uitslag, want het is zoals het is. Ik denk als je puur naar spelopvatting kijkt, als naar druk op de bal, welke ploeg wilde voetballen, welke ploeg heeft gevoetbald, denk ik dat we absoluut tekort hebben gekregen met 1 punt. Als je kijkt naar hoe RvVa getracht heeft deze wedstrijd te spelen met, ja, ik denk vooral eigenlijk alleen verdedigen, ballen tegenhouden van Zwift, op 1-0 komen. En daarna 10 minuten voor de rust en 10 minuten na de rust hadden zij wel de wedstrijd kunnen beslissen. Dus ik kan me voorstellen dat RvVa, er zijn momenten geweest dat zij de wedstrijd gewoon in het slot hadden kunnen gooien. Maar ik denk als je gewoon de wedstrijd kijkt en de wedstrijd terughaalt, ja, dat niet terecht was geweest. Wat hebben we gezien vanmiddag van Zwift? Een beetje eruit gekomen wat je vooraf gesteld had? Eerste helft, eerste 8 minuten absoluut. Ik denk eerste 8 minuten begonnen we precies zoals we wilden, heel veel druk. Ik ga weg aan het eind van het seizoen en ik heb gezegd op een gegeven moment zijn we ook een beetje, we zijn ook nog steeds een beetje zoekende, wat willen we nou? En ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd, een paar weken geleden met de groep, van ja, weet je, ik ben een trainer die aanvallend voetbal voorstaat en druk op de bal en op zich gewoon via goed combinatie voetballen bij de tegenstander komen. En we hebben gezegd, nou, daar gaan we vanaf nu gewoon vol voor. En op die manier gaan we gewoon kijken wat schip strandt met de mogelijkheden die we hebben. En ik denk dat we daarin heel goed begonnen. En na een minuut of 8, waarin ik denk RvVa eerste 10 minuten al 6 keer op de grond heb gelegen. En natuurlijk zal dat 2-3 keer ook terecht geweest zijn, want die ene jongen had ook echt een blessure. Maar goed, als je van de kant al gecoacht wordt, ga alsjeblieft liggen. En dat is wel 3-4 keer gecoacht. Ja, dan wordt het. En dat hebben ze goed gedaan, want ik denk dat ze de eerste 10 minuten volledig overklast werden. Ja, toen ging het tempo uit de wedstrijd. Een ingooi hier, een blessure daar. Even een beetje tijd trekken, bal eruit halen, bal uitschieten, even vasthouden nog die bal. Nou goed, en ik vond dat we daar heel slecht mee omgingen. Het leek wel of we in slaap gesust werden. En RvVa deed dat goed. Op het moment dat wij in slaap gesust werden, hebben ze goed toegeslagen. Ik vind wel door heel matig verdedigen van ons, wij hielpen ze daar wel bij. Maar dat kwamen ze op 1-0. En daarna krijgen ze ook gewoon de kans op 2-0 door hun manier van spelen. En ja, dat moeten wij ons aanrekenen. In de rust, hartig woordje gesproken. En ik vond dat we de tweede helft redelijk begonnen. De eerste 10 minuten had RvVa zeker nog 1-2 kansen, ook op de 2-0. Maar na het inbrengen van Jaap Smeeing, voor mij was dat in de 54ste, 55ste minuut. Ja, daarna denk ik ook dat het spelbeeld, wij de voetballende ploeg en willen aanvallen, dat ook werd omgezet in kansen. En dat RvVa helemaal niks meer te vertellen had. Ja goed, en daarna denk ik dat wij recht hadden op veel meer. Als we kijken naar de groep van Zwift, is die compleet of zijn er ook blessures? Ja, er zijn altijd blessures en afwezigen, maar goed, is denk ik niet interessant. Je speelt met de ploeg die je hebt en dat is. Nou ja, ik kan me voorstellen als je Bas Beumer mist, dat is wel een aderlating. Nou ja, dan staat er een ander die ze erin moet schieten, weet je. Zeggen wie er niet zijn, dat vind ik een tekortkoming. Je hebt een selectie en met een selectie ga je een seizoen in. En je moet je selectie zo afstellen dat je dingen kan opvangen. En natuurlijk is het vervelend als je mensen mist. Maar ik denk dat iedereen dat heeft. Dus wij misten er vandaag ook 5 die zouden kunnen spelen. Die in aanmerking komen voor het eerste elftal. Niet interessant. Zwift. Hoofdklasse A vorig jaar, nu hoofdklasse, ja, is ook hoofdklasse A, weer hoofdklasse A, want we hadden er natuurlijk 3 vorig jaar. Ergens is er ook wel een doelstelling geformuleerd, denk ik, hè? Zo aan het begin van het seizoen. En welke is die? Je hebt altijd doelstellingen. Mijn doelstelling is heel anders dan wat realistisch is, denk ik. Mijn doelstelling is, ja, je begint een seizoen om kampioen te worden. En je begint een seizoen om de beker te winnen, want je wil elke wedstrijd winnen. En ik denk ook dat wij op die manier spelen, om elke wedstrijd te winnen. Nou ja, goed. En wat is realistisch? Ik denk dat realistisch is dat wij in het linker rijtje eindigen. Maar dat is niet waar ik tevreden mee zal zijn. Misschien met een periodekampioenschap. Ja, goed. Dat is, kijk, ik heb aangekondigd dat aan het eind van het seizoen
dat ik de club ga verlaten. En bij mijn vorige clubs heb ik allemaal meerdere periodetitels of kampioenschappen weten te vieren. Nou goed, dat is het enige wat ik nastreef om, kijk, de tweede periode, dat is iets waar ik me helemaal blind op sta. En daar moeten we nu de basis voor leggen de komende weken. Mark, je zegt je gaat de club verlaten, Zwift. Is al bekend wat je gaat doen volgend seizoen? Nee. Ambities ergens in? Ik heb altijd ambities. Maar goed, we zien wel wat er komt, waar het schip strandt. Ik ben ambitieus en ik zie wel wat er op pad komt. Dankjewel voor dit snelle interview, Mark. Graag gedaan en succes met de club. We praten met Jordi Mosmans, de man die de achterste gelederen van RVVA kom en kwam versterken vanmiddag. Zijn eerste competitiewedstrijd in de hoofdmacht van RVVA. Ja, ik heb het een paar keer gezegd vanmiddag. Je deed het bijzonder goed vanmiddag. Maar ja, ik wil het natuurlijk ook van jou horen. Wat was je ervaring? Ja, eerste helft ging wel goed. Denk ik weinig balverlies. Redelijk voetbal, komen op 1-0. Ja, tweede helft gaan we iets minder achterhangen. Worden een iets gevaarlijker. En dan kan het alle kanten op gaan en maken we de 1-1. En dan denk ik uiteindelijk de terechte uitslag. Jordi, dan debuteer je in een competitiewedstrijd. Ik heb het een aantal keren ook gezegd. Het leek wel, je was zelfbewust, rustig. Voelde je dat zelf ook zo aan in het veld? Dat je wordt natuurlijk ondersteund ook door teamspelers, maar hoe voelde dat zo aan? Ik heb gewoon mijn eigen spel gespeeld. Wat ik gewoon op trainingen laat zien. Gewoon rustig aan de bal, een balletje inleveren bij middenveld is. En tweede helft, laatste 10 minuten ga ik zelf ook door op middenveld en win ik denk vaak de tweede bal, waardoor we iets meer rust kregen in het spel en niet meer onder druk kwamen. Alleen jammer van de eindpas dat niet terecht kwam, zodat we een kans kregen. 1-1, ben je tevreden met die eindstand, overal gezien hè, in de wedstrijd? Ik denk gewoon als we heel de wedstrijd bekijken wel. Alleen als we naar de kansen kijken van ons, dat wij wel hadden moeten winnen. Als je nou kijkt, het golfde een beetje op en neer. De eerste fase van de wedstrijd was voor Zwift. Dan kwam RVVA goed in de wedstrijd. Eigenlijk de eerste fase van de tweede helft RVVA ook. Daarna kwam Zwift weer. Ja, voor jou in het veld, wat was de lastigste periode voor RVVA? Ik denk dat hun eerste wissel, dat wij dat in een extra spits of middenveld inbrachten, dat het bij ons een beetje ongeregeld werd, dat het moeilijkste was. En toen we het omzetten, dat ik iets meer naar het middenveld ging, dat we met vier verdedigers gingen spelen, dat we weer iets meer grip kregen op de wedstrijd. Jordi, smaakt het naar meer en spelen in het eerste van de RVVA? Zeker. Dus hoop op volgende week. Ja, volgende week dan tegen Hoek. Hè. Dat zou best kunnen, zomaar met het goede spel van vandaag. Ik hoop het. Ligt aan de trainer. Dat is altijd zo. Jordi gaat lekker genieten van dat puntje, want je deed het verdienstelijk. Is goed, dank je wel. Kom goed. We praten na afloop van de wedstrijd RVVA Zwift. Eindigend in 1-1 met trainer Giovanni Franke. Gio, ben je overal gezien tevreden met het resultaat? Overal dan? Dit is een. Je begint gelijk goed, jij, Nico. Dankjewel hoor. Ja, je begint gelijk heel goed. Van binnen heerst wel ontevredenheid, omdat het gelijkspel is. Wat is die ontevredenheid eigenlijk? Omdat ik vind dat wij de wedstrijd al veel eerder, zeker gezien de kansen en het spelbeeld, hadden we de wedstrijd al eerder moeten beslissen. En dat hebben we te lang opengelaten, waardoor je altijd het risico kan lopen op een tegendoelpunt bij 1-0. Wat heb je zelf vanaf de bank gezien van RVVA, heel de wedstrijd? Nou, ik heb gezien dat wat we trainen en wat we willen en wat de jongens ook van plan zijn, dat ze dat ook steeds beter en erg goed uitvoeren. We accepteren de druk van elke tegenstander, dus vandaar dat ook zeker in beginfases lijkt alsof wij onder druk staan. Maar dat is goed te verklaren op het moment dat wij kiezen voor een opbouw. Dan is dat in en rond je 16. Tegenstander komt al jou onder druk zetten. Dus dan lijkt het alsof wij onder druk staan. Maar dat is een keuze die wij zelf op ons nemen.
Dat is een keuze vanuit onszelf. Dus vandaar dat wij niet onder druk staan. Wij kiezen voor een opbouw. Ik moet zeggen dat Zwift een hele positieve spelopvatting heeft. Die willen aanvallen, willen voetballen, willen druk zetten op onze verdedigers. En daardoor krijg je dan ook een hele leuke, enerverende wedstrijd. Waarbij twee teams die echt aan de bal willen voetballen. Dus de complimenten ook aan Zwift uiteraard. Een hele positieve ingestelde trainer ook. Maar desondanks hadden we de wedstrijd in verdedigend opzicht en aanvallend opzicht onder controle. En dan met name aanvallend opzicht, omdat daar waar we Zwift pijn wilden doen, kon dat ook. En is dat ook gelukt. Alleen dan moet je het de kansen maken. Dat hebben we helaas niet goed genoeg gedaan, waardoor het 1-0 bleef. Daarna kwam was een pure kantelpunt in de wedstrijd. Wij zagen mogelijkheden met Benny, Marta in de spits. We wilden daarop anticiperen door een wissel toe te passen. En op dat moment ging de trainer daarna 3-4-3 spelen. Waardoor eigenlijk het effect van onze wissel wegnam. En zij eigenlijk onbedoeld, dat wel, in de situatie kwamen waarin ze ons verder naar achter konden drukken. Door die wissel. Dus dat was een tactische ingreep. Waarbij wij eerder hadden besloten om dat te doen. Misschien hadden we moeten wachten, maar dat is iets waar ik door iets minder weekend zal hebben. Dus in dat opzicht, antwoord op je eerste vraag is dat ik het zelf mezelf wel aanreken. Ik had misschien langer moeten wachten met met mijn wissel. Maar goed, ik had het gevoel dat we die wedstrijd konden beslissen. Dus 1-0, 2-0. Ik had het gevoel met de juiste wissel hadden we dat de wedstrijd kunnen beslissen. Alleen uitgerekend na die wissel, toen hun de omzetting deden om opportunistisch te gaan spelen, had ik al gewisseld. Dus wij hadden de tijd weer nodig om dat weer te corrigeren. Waardoor we de druk van Zwift weer af konden halen met een andere bezetting, een andere tactische bezetting. Ja, toen hadden we de wedstrijd weer onder controle om weer aan te vallen, maar toen stond al 1-1. Ja, ik heb zelf gezien, inderdaad, ik ben het helemaal met je eens, zeker die eerste 20 minuten van die tweede helft RVVA afstand moeten nemen met 2-0, met 3-0. Het gebeurt niet, de eerste helft, maar ook de eerste fase van de tweede helft, zeker met de acties van Wilke Oudenaarde. Maar wat mij opvalt, daarna, na de 1-1, vond ik toch dat RVVA heel erg terug werd gedrongen. Ja, dat is die... Hij duurde wat lang misschien die uitleg, maar dat is dat moment wat ik bedoelde. Zij gingen wisselen in een 3-3-4 of een 3-4-3 gingen ze wisselen. En daardoor verloren we de grip op de wedstrijd. En dat had voor ons tijd nodig om even te zien hoe wij dat wilden oplossen. En dat kostte even die tijd, waardoor die druk die jij bedoelt, waardoor zij het gevoel hadden dat ze konden komen. Ja, dat was die fase waarin we de wedstrijd even uit verdedigende organisatie uit controle hadden. Niet onder controle hadden. En dat is die fase waar jij nu aan refereert. Maar na die wissels en die omzettingen hebben we de wedstrijd weer teruggepakt. Vond ik dat wij weer dicht en rond de 16 met de juiste keuzes wel weer hadden kunnen winnen. En nog een paar goede kansen met Wilco. Dus daarom over het algemeen ontevreden. Maar gezien de gevaarlijke situaties die ze hadden met corners, kan je wel leven met een 1-1. Ja, er speelt natuurlijk nog wel wat mee. Want je speelt natuurlijk, je hebt moeten puzzelen van de week. Vanwege de blessures die er zijn in de selectie. Algemeen kan je gewoon toch tevreden terugkijken wat de spelers hebben gebracht. Ja, maar het is geweldig om een Jordi Mosmans debuut te zien maken. Gino Stolk, die waanzinnig goed presteert. En dan gaat het bij mij en onze staf en niet om of ze goed of slecht spelen. Het gaat om de passie, de intensiteit die ze brengen in zo'n wedstrijd. En daarvan heb ik al complimenten ook langs de kant gehad, maar jullie ook. Het was een hele innoverende wedstrijd met veel intensiteit, veel passie. Ja, en dat brengen die jongens gewoon ook op de trainingen. Ze werken er hard voor om het gat richting de subtop van de hoofdklasse te dichten. Want jij als kenner weet waar ze vandaan komen. Vaak jongens uit de tweede die zich door moeten ontwikkelen. Ja, dat kost tijd en ze steken heel veel energie erin. Wij werken ook hard eraan met hun om ze klaar te maken voor die topwedstrijden. En zoals tegen Zwift ook voetballend organisatorisch de betere te zijn. En dat kost veel tijd en arbeid die ze er erg zelf insteken. Dus vandaar dat ik ook echt heel erg complimenteus ben over Jordi Mosmans, die vandaag een geweldige wedstrijd heeft gespeeld. Ik moet ook mijn complimenten uitdelen aan Robert Kooijman. Het is niet niks voor een zeer ervaren speler als hij om zo'n jonge, extreem jonge ploeg op sleeptouw te nemen. En hij doet dat wekelijks.
Dus bij deze wilde ik hem wel extra eruit halen, eruit lichten. Omdat hij verzet ongelooflijk belangrijk werk voor dit team met zijn ervaring. En dat verdient ook een compliment. Geweldig. Zijn er weer volgende week weer een aantal spelers terug bij de selectie, zodat de selectie weer op peil is? Ja, dat is een goede vraag. We hopen het van wel. Het zijn wel vanuit Achillesveen zijn we natuurlijk bijzonder aangeslagen teruggekomen. Dus het zijn wel wat zwaardere blessures, contactblessures. Dus ik denk niet dat ze het halen. Dus ik denk dat we met deze groep ook volgende week doorwerken. Dus ik denk niet dat ze het halen. Dus we gaan gewoon verder met de jongens die vandaag ook gespeeld hebben, denk ik. Dankjewel, Gio. Ga genieten. Ja, jullie ook. Fijn weekend. Dus bedankt voor de goede vragen, Nico.